Yo mensen, tof je kijken naar deze video op mijn kanaal. Oh, paal. Ja, ik stond een beetje voor paal, denk ik. Want de paal is Fuji. Dus ik stond voor paal. Want ik sta niet voor paal, ik stond voor paal omdat hem nu weg is. Ja. Waarschijnlijk over een paar seconden wordt hij hem nu geplaatst. Hè. Dat is een game maybe like. Of games. Dat is een game. Have you ever had a dream that you had. What the fuck are you talking about? Dat zijn games nu helemaal. Even kijken, die kan claimen even voor extra geld. They go, de kaartjes. Voilà. Dan gaan we even een dag maken. Zo. Die auto hebben we dus de vorige video gekocht bij zijn iBucky, maar we gaan nog een kopen. Als we toch aan de opnemen zijn, kopen we toch nog bij je. Ik ga nu wel snel doorheen, want ik heb niet veel tijd, dus op zich. Sinds we nog kopen, dat is niet mijn favoriet op zich. Laten we eens kijken voor, misschien deze, ja. Dat is wel een iBucky, GW, X7 dat is. Dus. Ja, we doen die, is wel een hartstikke tune draaien. We gaan even alles zo. Voilà, doen we die zwart, there you go. En we kopen hem, voilà. Is die gekocht? Voilà, ja, we even naar buiten, hey. En ik ga als favoriete toevoegen. Voilà. En dan gaan we weer naar een andere plek dit keer. Waar is dat? Man. Dus wel, oeh man. We gaan even reffen. Even reffen, jongen. Ik had veel wacht van deze wagen, maar zo ziek klinkt die brood tot niet hoor. Maar hier we zetten ze, there you go, you know. We zetten hem hier, voilà. Die, en dan zeggen sommige mensen dat je echt niet kan rijden. Kijk, en als ik in een spel kan, kan ik het echt hoog. Ah ja, we gaan even, eerst, voilà, en dan doen we het even niet. Zo, mat zwart uiteraard, ja dat vind ik wel goed. Dat is misschien iets zwart, maar ja, dat is wel goed. Oh kijk man, hoho. Laten we even hier... Rims. Nee, die doen we wel zwart. Zo. Nee, dat gaan we dus niet doen. Nee. Zo, dat is gebeurd. Remblokjes. Geel. Of even cool op zich bij deze. Maar ik probeer maar even kijken. Nee, dat vind ik niks. Nee, dat komt wel, papa. Even nog dit. Heb ik het gedaan, want dat vergeet ik de hele tijd. Ja, nu is het goed, nu weet ik het. Chrome. Dat doe je misschien goed doen. Ja man. Ja man. Dat is nice, jongen. Zoiets. Ja man. Dat is wel nice. Misschien is slechter dan. Yes. Laten we dan interieur doen draaien, dan ben ik wel strak. Dat is wel, you know. Oh, zo cool op deze. Laten we misschien iets donkerder doen. Iets meer smoother, cleaner. Ja, zoiets. Perfect. Ik zeg, waar doen we niet? Tom 49 uiteraard. There you go. Voilà. Zet er ook op, want ja, boven 4 weken, want dat is nog voilà. En dan even deze. Ja man, staat. Oh, dat wordt een zieke wagen. Je wil nu weten. En zo goedkoop, gewoon 80.000 heb ik uitgegeven voor deze auto te kopen. En dan zo ziek kunnen maken en zo'n dikke pad te bakken dat je niet snel wacht.
Engine. Titan uiteraard. Titan engine, there you go. Dat erop. Nou ja, het is een peer aan vlammen gaan we deze laten doen. Ja, we gaan. Ja. En we het deze dan erop. Maar we moeten deze hebben, dan heb je. Ja. There you go. En dan brakes. Titan brakes. Zo. Tires. Tires. Of tires, I don't know. In Titan uiteraard. Alles Titan. En al daar zou je er niet op staan. Zou gekund hebben. Als je de game kent, dan zou er opeens voor willen wachten. Wat je niet verwacht bij deze auto. Dat zou op staan. Maar hier staat gelukkig wel al bedrijven. Dat hebben we al goed gedaan. Zeg. Ik denk dat ook op de meeste auto's dat de game zoveel mogelijk probeert om al bedrijven automatisch op te zetten. Omdat uiteraard voor het racen en zo is dat best wel handig. Dat je niet slipt en dat je gewoon in één stuk gewoon snel weg bent. Zelfs sportauto's. Ik denk dat dat eerder de bedoeling is van de game. Dat ze gewoon zo snel mogelijk de auto's willen verkopen eigenlijk in de garages. En daar staan bij de meeste sportwagens in de game dan. Staat automatisch alweer drijven. Ik snap dat dat nooit eerst. Maar ik denk dat dat eerlijk gezegd is. Dat ze dat er gewoon opzetten terwijl het wel niet hoort bij een sportwagen. Maar zetten het toch op omdat. Ja, dat is gewoon dat je dat dan niet meer hoeft te kopen. Dat de meeste mensen met sportwagens uiteraard gaan racen. Dus even dat. Even al de auto's gepimpt zijn. En daar ga ik snel. Legging goed. Yes, yes. Die was goed. Okay, there you go. Voilà. Dat is gebeurd. En laten we eens kijken. Zo. Oh. Oh man. Is dat geluid? Zo lijkt het niet hoor. Even kijken. Als ik nu. Even nog eens snel aanpas. Denk je dat ik deze op de val al dat je doen? Dan heb je dat bij wel niet. Hier, dan heb je niet. Ah, dat is toch gewoon. Ik moet altijd naar de laten. Ik denk dat dat beter is. Ik heb al mijn auto's kijk. Hier, dan is het chill ga je man. Vind ik toch. Hoppa, su. En dan de driften. Oeh, nee niet. Kijk, ik krijg gewoon een rijvoorgoed en dan even hier in parkeren ze. Ah, ik zal wel eens kijken. Maar het is ook een grote pad, een zieke lange stationwagen slash SUV slash stationwagen vind ik het echt uitzien. Maar eerder wordt die beschouwd onder SUV, maar ik vind de SUV en stationwagen aan elkaar. En dat samen wordt een extreem monster op de weg. Dus om dan in te parkeren, de goeie, die is ook omdat die langer is ook, moet ook lang, ja, heeft ook meer nodig. Meer ruimte nodig om in te draaien, dus even kijken. Oké, even kijken als we ervoor staan. Ja, dat. Maar op zich wel goed van deze keer. Hier moet je gewoon een paar keer van steken, dat kun je gewoon niet waarmaken. Om, Dus even dat. Maar even kijken of jullie de video leuk vonden. En met zonsondergang gaan we deze video afsluiten. Dus dan hebben we. Een nice bakje creëert. Oh man. Dan bedankt voor het kijken van de video. Laat je even mee. Dan zie ik je op de grond. Hopelijk graag terug bij de volgende video. Sorry, zo'n ondergang was toch niet zo mijn ding. Dus even. Bedankt voor het kijken. Laat je even mee nogmaals. En zie ik graag terug bij de volgende video. Dan gaan we de video. Dus later. En even kijken. Naar de video weer. Later. Die tot ik op. Gaaf zo. In this zone.